kind. Ze wikkelden hem in doeken, maar hij was niet ingewikkeld. Hij was een open boek. Kijk en zie, dit is hem. En als we naar dit kind kijken, dan kijken we eigenlijk naar God zelf. Zijn gelaat van barmhartigheid. Kijk en koester. En het beeld heeft zijn armen gespreid alsof het ons in barmhartigheid wil opnemen. Kort geleden, beste mensen, heeft Paus Franciscus het jaar van barmhartigheid geopend. In de kerk wereldwijd afgekondigd en deuren opengegooid overal in onze wereld. Te beginnen met Afrika, hij trok zich van de kalender niks aan, deed het gewoon. En later in Rome en op allerlei andere plekken en zo hebben we hier in onze regio ook die deuren maar opengegooid. Want het realiseert ons waar we in binnen gaan. We gaan binnen in dit huis. We gaan binnen in het geheim. We gaan binnen in dat verhaal wat in ons tot leven mag komen. En Paus Franciscus zelf ook al een beetje hoop voor onze wereld en hoop voor onze kerk. Hij noemt Christus het ware gelaat van de barmhartigheid. Wie hem ziet, ziet de Vader. Hier is hij, de geliefde. Woord van wijsheid. Daden van echte naastliefde. Wilt u hem aannemen? Wilt u het opnemen? Wilt u dit uw eigen maken? Vrede, barmhartigheid, gerechtigheid? Dan wordt het in ons geboren. Dan wordt het in ons levend. Wilt u hem aannemen en voor hem zorgen? Zult u voorzichtig zijn? Want het is breekbaar, maar wel mooi. Zullen we het koesteren, die barmhartigheid en die vrede en die liefde? Want dan, beste mensen, dan zal de wereld zich baden in warmte. En dan krijgt deze nacht die vreugdevolle boodschap mee. Heden is u een redder geboren, in u, in mij. Dit kind, levend in ons allen. Neem hem aan, als gave, als kerstcadeau. Zult u voorzichtig zijn? Want hij is kwetsbaar. Net als barmhartigheid en vrede. Maar zo mooi om te koesteren. Komt, laten we hem aanbidden. De levende zegene en behoede u. De levende door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zegen ons en behoed ons, door licht en over ons uw aangezicht. En geef ons vrede. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat dan alle heen in vrede.